Leon is met Toet van der Wijk een van de favorieten van vandaag op zijn thuisbaan. En dan kijken we toch weer naar Jesse Johannes Kieman. De man uit Lutten rijdt voor rechts. Cissé de Paard en Cissé wordt opblazen. Oh, Crashy Toet van der Wijk. Hij was alweer terug op plaats nummer 3. En dan heeft hij heel veel risico, maar dan is het nu echt gebeurd. We kijken naar de Nederlands kampioen en de Nederlands kampioen is Wesley Ties. Wesley Ties op plaats nummer 2. Die gaan we nog meer meenemen. Quint Jansen zit er goed bij en Mike Vorhoy. Respect voor deze man op plaats nummer 4 hoor. Maar er kan van alles gebeuren onderweg. En in de topcompetitie zijn we altijd dezelfde man aan de finish. En bijna altijd dezelfde winnaar. Eerstejaars nieuwelingen Justin Kieman, Europees kampioen en winnaar.